Jongens en meisjes, van harte welkom weer. Ik denk dat we weer iets unieks gaan beleven met FC Utrecht vanuit ons maatschappelijke hart. De provinciebezoeken zijn inmiddels toch wel uniek en horen bij onze club. En daar zijn wij als kantoorpersoneel, maar zeker ook de selectie en de staf, ontzettend belangrijk in om ons maatschappelijke hart terug te geven aan de provincie. En dan vandaag op Valentijnsdag natuurlijk wel een hele unieke actie. Vandaag naar een hele belangrijke groep van ons, onze supporters. Geniet ervan en geef die mensen echt een ongelofelijke dag. Want let op, deze dag gaan zij nooit meer vergeten. Ik ga hier Ernst verrassen. Die is jarenlang hier in trouwe dienst. En ook een hele trouwe Utrecht supporter. Dus ik hoop dat hij dat verrast is en dat hij het leuk vindt. Willem Jansen. Ja, dat weet ik. Hey. We hebben je een beetje in het ootje genomen. Ja? Geen Toyota vandaag, maar FC Utrecht. Oké. Okay. En ik hoor dat jij al sinds jaar en dag Utrecht supporter bent. Ja. En wij zijn vandaag met de club en met alle jongens uit de staf en personeel op pad om de diehard supporters te verrassen. En ik heb hier dan een mooi presentje meegenomen. Ja. Dus die mag je vast aannemen. Hartstikke bedankt. En dan zou ik ook het heel leuk vinden als jij mij jouw werkzaamheden laat zien. Ja, nou, dit is een sleutel in de kant. Oh, wat nou, wel. Nou, ja? Ja, nou. Ja, ik had niet verwacht. Ik vermoedde wel iets. Heel... Ja? Ik denk, het is wel toevallig Valentijn en ik vermoedde wel iets, maar ja, ik weet niet helemaal zeker natuurlijk. Ik vind het wel leuk. Echt heel leuk. Ja, bedankt voor de instructies.